Nu maar vechtes om die stukje te geven. Kan er bij jou de samenstrijd? Ben ik, kom ik uit een heel andere achtergrond. En zal ik proberen om zo snel mogelijk mijn tegenstander naar de grond te krijgen. En dan met jiu-jitsu mijn tegenstander op de ground and pound mijn tegenstander uitschakelen. Voor mij is juist andersom. Dat is de vechter die zal proberen om zijn tegenstander knock-out te slagen. En niet naar de grond te gaan als het niet moet. En als het dan toch moet, zal hij zijn plan wel kunnen trekken. Maar hij zal uit een ander stand komen. Dus hij is meer een striker. Ik ben meer een grappler. Dus, wat gaan we nu doen? We gaan een aantal situaties bekijken. Uit beide standen. Punch, punch. Ik drop op de voorste knie. Ik kom slaat. Ik hoek. Breng naar de grond. Hetzelfde verhaal. En dat is heel belangrijk. Dat stoten, doe dat niet voor niks. Dat is voor die voor te bereiden. Ik wil graag dat je in zijn hoofd zoiets heeft van, die slaat op mijn gezicht, daar moet hij mee bezig zijn. Dat hij niet aan die benen denkt. Ja, dus belangrijk is ook als ik die een jab geef, dat ze niet gewoon gaat als die ik in de lucht slaat. Nee, doe je zicht, dat ik die gewoon raken, boom, dat hij die snapback krijgt op zijn hoofd, dat ik die dan gewoon kunnen delen. Punch, punch, ik drop op de voorste knie, ik kom slaat, ik hoek, breng naar de grond. Dus ik kom, punch, punch, shoot, trip, ik kom naar de grond, ik heb toppositie. Dus, je toppositie, wat ga ik doen nu? Ik ga heel hoog kruipen. Dat ik die armen blokkeer, die schouders blokkeer met mijn benen. Wat geeft mij dit? Ja, ten eerste, terugslagen gaat al veel moeilijker zijn. Ten tweede, als ik die ruimte laat, heeft die twee armen om mij te gewoon gebruiken om mij eraf te krijgen. Dat is heel hoog vast te klampen en dat wil ik. Dus ik ga die vastzetten. Hoog. Dat is lastig. Stoten, ja, vooraf te laden, altijd. En dan een crossover. Dit is een bicep vastpakken. Maak een korte draai. Hop. Ik zet mijn been nu in deze lichaam. Duw op dat hoofd. Stap over. Ik werk even in swing. Wat gaan we nu doen? Hier, ik wil hier door, dat ga je niet. Wat is het eerste dat we kunnen doen? Het belangrijkste is, we moeten trekken naar waar dat slot is. Als er zo'n slot is en ik kon er hier liggen trekken, dat gaat nooit. Ik ga eerst al proberen hop, dat slot open te trekken, hop, naar hier. Oké? Okay? Gaat nog altijd niet lukken. Je trekt mannen bij die verschrikkelijk veel force hebben. Wat gaan we dan doen? Nooit deze voet lossen. Wanneer ik die al los nu, hop, is die al weg. Dus, die blijft altijd op het gezicht liggen momenteel. Hop, voilà. Zo even doen. Wat gaan we doen? Ik ga mijn voet hier op die arm zetten. Kijk, nu heb ik twee maal. Ik kan die naar achter duwen en ik kan hierop trekken. Oké? Okay? Dat gaan we wel eens proberen. Verzeker u, hier leidt er een. Er zijn er nog een die neemt meer kracht in zijn armen en dat ik dat kan opentrekken. Geloof me dan. Oké, okay, dus wat doen we? Hier, hop, shit, hier is toch een staartje, ik raak er niet bij. Wat gaan we doen? Onze voet gaat hier gewoon doorschuiven. Kijk eens, die gaat hier doorschuiven. Wat gaan we dan doen? Wanneer die voet er door is, moet je zijn hoofd laten ontsnappen. En wat gaat hij automatisch doen? Je gaat doorrollen. Rolt hij niet door, smelt hij erop, dan pak je gewoon de kop vast en we rollen die. Ik rol op mijn rug en kijk eens in welke positie ik kom. Mijn voet komt hierover. Pak mijn eigen voet vast. Hop, doe hier naar beneden. En vooral, niet dit, niet bekje naar boven. Want dan kan je een arm opzij. Nee, bekje naar beneden. Voelt hij nu vouw en ik trek hier al zijn hoofd. Er is niet altijd zo. Moet je met MMA zoveel mogelijk technieken onder de knieën hebben. En van dit of ander gewoon opzets maken. He, bijvoorbeeld in de veldkracht, kun je je voet er niet tussen. En dan moeten we een ander opzetten. Doe iets anders. Pak je een ander positie. Deze is er snel. Hop. Hier, hop. Hier is er snel. Hop, hop. Deze duurt langer. Dat is normaal. Die komt van verder. Moet inkomen. Dus uw cross, die moeten altijd inladen. Als we gewoon met een cross gaan gooien, gaat u wel helemaal moe maken. En gaat die toch nooit niet kunnen raken. Hier is er een beetje op voorbereid. Dus, je wilt geen stoort krijgen van zo'n handschoentje of zo'n bek. Je zit er mee bezig. Je hebt dat niet graag. Dat is niet goed. Dus. Wat ik wil al zeggen, normaal, dat is niet één ding. Dat zijn allerlei dingen. En je doet altijd hetgeen wat voor je beste is, voor je beste aanvoelt. Dus wat voor mij goed werkt, werkt niet voor iemand anders heel goed. Hè. Die kan misschien heel anders stellen, veel sterker zijn, veel leniger zijn, langer benen hebben, langer reach hebben, beter kunnen.